Yo mensen, Jiraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op mijn kanaal Jiraski Gamer. Vandaag spelen wij een paar One in the Chamber potjes om natuurlijk... Oh kut. Yes! Om natuurlijk Call of Duty Black Ops 2 en wat dit... Fuck my life. Wat dit natuurlijk voor game mode is, ik zal het even proberen uit te leggen terwijl ik... Fucking hell! Terwijl ik kaart aan het verliezen ben. Dit is een game mode waarin je één One in the Chamber kogel hebt. Dikke triple kill ouwe. En je hebt ook nog eens drie levens. Op het moment dat jij, kut, drie keer down bent gegaan. Dan ben je game over. Dan kan je niet meer respawnen. En op het moment dat jij één kogel schiet en die mis je. Wat ik nu dus even doe, omdat ik aan het uitleggen ben. Dan kan ik me nooit concentreren. Dan ben je die ene kogel kwijt. Knijf je dan weer een vijand. Dan heb je die ene kogel er wel weer bij. En het draait er gewoon om. Dat degene met, nou, op het moment dat iedereen hun drie levens kwijt is, de meeste punten heeft, heeft gewonnen. Ik had dit potje heel erg veel geluk, want ik schoot super veel mis. En ik heb echt gewoon vier mensen genijfd, dus ik heb er echt wel gewoon geluk bij gehad. Per kill krijg je 10 punten. Op het moment dat iemand al zijn levens kwijt is, en je leeft zelf nog, krijg je bonuspunten. En op die manier werkt het. One in the chamber, één kogel in de kamer. Let's go naar game 2. Potje nummer 2. Het gaat moeilijk worden, maar we gaan het gewoon doen. Span het meteen even voor me. En is dood. Kijk, dat is 10 punten. Dat is 20 punten. Nu moet je heel goed op het spansysteem. Fuck! Zit er ook nog een achter me. Zit er ook nog een achter me. Ik probeer die gewoon te knijven. Die heeft nog een kogel! Hij heeft nog een kogel! Hij heeft nog een kogel! Ah, die had ook nog een kogel! Shit! Ah, dat is dus de moeilijke daaraan, hè. Want als er iemand nog een kogel hebt en je probeert hem te knijven, dan kan je natuurlijk echt gewoon keihard, maar echt keihard... ...de Shaq zijn. En het probleem eigenlijk aan deze game mode, en vind ik zelf wel... Het leuke weer in deze game mode is dat het knijfsysteem op Black Ops 2 echt gewoon helemaal kapot is. Het knijfsysteem op Black Ops 2 werkt echt voor... Volgens mij had ik gewoon shot op hem, maar oké. Het knijfsysteem op Black Ops 2 werkt echt voor geen ene reet. En daarom vind ik deze game mode... Serieus, die was mis. Is dit een grap of is dit een grap? Ik ben een Shaq. Oh mijn god, ik heb nog geluk. Oh mijn god, ik sta eerste. Oh, dat was geluk, jongen. Hoeveel leven er nog? Er leeft er nog eentje met één leven. Ik heb sowieso gewonnen. Nu helemaal. Let's go, ouwe. Oh, ik had weer geluk. Deze game mode is heel veel geluk hebben. En gewoon raakschieten. Alleen dat raakschieten gaat soms gewoon ook gewoon helemaal verkeerd. Maar dat was potje nummer 2. Op naar potje 3. Nuketown 2025. Here we go, mate. Alright, het valt er meteen in hier bij de bunker. Maar dat is altijd lastig om... Wat een lul. Dat lastig om te killen. Jij hebt ook een kogel meer, hè? Nee. Dat had ik al door. Oh, kut. Oh, beast mode. Beast. Beast mode. Ja, hoor. We hebben hem weer terug. We hebben de beast mode. Oh, shit. Kut. Wow. Nee, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Dat stond mijn knijfsysteem altijd. Dankjewel. Weg hier. Ah, oh, fuck. Hij heeft nog een kogel. Hij heeft nog een kogel. Nee, hij had nog een kogel. Oh my god. Hij zat me op te... Hij zat me tijd te rekken, zeg maar, die gozer daar. Wat een lul. Dat was zo niet slim van hem. Kut, kut. Oh, een goede kill. Heb ik gewonnen? Oh, ik heb sowieso al gewonnen, toch? Hij krijgt 10 punten erbij als hij mij killt. Heeft hij 90 plus 10. Heeft hij 105 en ik heb er al 110. Dus ik heb hoe dan ook heb ik al gewonnen. Ik ga gewoon wegrennen. Fuck, dit is grappig. Let op. Doe je zo. 3, 2, 1, go. Ik had sowieso al gewonnen. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon even kutten. Ik ga gewoon even kutten. Hoort er ook bij. Als ik hem had genijfd, was hij wel super mooi geweest. Want ik was echt dichtbij hem gewoon. Kijk maar. Kijk die knijf van mij. Kan je hem nog zien in de killcam? Oh, ik knijfde wel. Ik knijfde wel. Ik zat net in mijn... En toen werd ik gekild. Volgende potje. Volgende Nuketown. Echt, je krijgt zo vaak Nuketown, jongen. Dat is echt niet gezond eigenlijk. Fuck. Achter je. Ik wou net zeggen, er zit er een... Oh my god, hij had een kogel. Hij had een kogel. Hij heeft hem alleen niet gebruikt. Dat was niet slim van hem. Maar ik vind het niet erg, kut. Ah, goeie kill. Goeie kill, goeie kill, goeie kill, goeie kill.
Lekker bezig zeg, spat er hier iemand? Nee. Goed op blijven letten altijd. Nuketown is zo enorm klein. Dat ze natuurlijk zomaar, zoals je net ook zag, naast je kunnen spannen. Fuck. Hij heeft nog een kogel. Hij heeft ook nog een kogel. Oh! Oh, lekker dan! Ik bukte! Wacht, hoeveel levens... Wacht, wie leeft er nog? Leven er nog twee? Oké, dan kan ik nog verliezen. Kut. Fuck. Iedereen heeft zijn kogel kwijt. Yes! Yes! Oh, iedereen was zijn kogel kwijt, jongen. Tegelijk schoten we, man. Oh, dat was close. Hij had nog kunnen winnen, die Gravity Duel of iets, hoe die mag heten. Maar dat is niet gelukt, jongen. Het is altijd inschatten waar ze naartoe lopen natuurlijk en waar je moet gaan schieten. Want je hebt maar één fucking kogel. Maar, gewoon omdat het kan, spelen we nog een laatste potje erachteraan. Laatste potje, jongens. We gaan het gewoon doen. Oh, die rent al voor me weg. Dat is niet goed als ze voor je wegrennen. Dan word ik altijd bang, hè. Dan word ik altijd bang. Er staat hier nu 4 man, ouwe, op deze plek. Oké, die heb ik. Oh, die andere. Oh, yo. Ik ben bang. Fuck! Hij is ook zijn kogel kwijt, of niet? Oh, kut. Draai niet om. Nee, wat een kutspan. Wauw. Wat een kakspan was dat, ouwe. Die ga ik niet kunnen raken. Die zit te ver, man. Die ga ik niet kunnen raken, helaas. Ik kan het natuurlijk wel proberen, maar dat gaat fout. Dus. Fuck, ik verneuk het. Oh my god. Ik verneukte het bijna. Ik heb 60 punten leven. Oh shit, dit gaat moeilijk worden. Dit potje gaat nog het moeilijkste potje worden om te winnen ook, joh. Hij rent voor hem weg. Kut. Wow. Zit hij boven of zit hij beneden? Hij is sowieso boven. Hij is boven. Op het trappetje ligt hij. Jammer, jongen. Weet je, op een trappetje gaan zitten, bro. Dat werkt gewoon niet, jongen. Dat werkt gewoon niet. Zo doen we dat, man. Awesome shit. Applaus voor jezelf, jongens. Applaus voor jezelf. Alle potjes hebben wij gewonnen. Sommige met geluk. Sommige met gewoon raak schieten. Maar One in the Chamber is en blijft gewoon awesome. Dus mocht jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor het intunen. En dan hopelijk ook weer tot de volgende keer, mensen. Adios, amigos. En bye bye.